En we gaan gewoon van start. Dames en heren, van harte welkom bij de eerste aflevering van dit gloednieuwe webinar-serie van Young Capital in samenwerking met MT & Sprout. De coronacrisis is nu eenmaal een feit, maar ja, we hoeven niet bij de pakken neer te gaan zitten. Liever kijken we positief vooruit. En het komende uur geven we je praktische handvaten over hoe je nou effectief kunt werken met teams op afstand. Mijn naam is Remy Gieling, ik ben hoofdredacteur van MT & Sprout. Naast mij zit Elbrich Badstra. Ze is HR-directeur van Young Capital. Ja. Ontzettend fijn dat je er vandaag bij bent. En Gonnie Vink. Gonnie Vink is digitaal transformatie-expert en auteur van het boek Leiding geven op afstand. Zeker. Die begin dit jaar heeft uitgebracht, geloof ik. Vorig jaar. Ja. Vorig jaar. Nou, dat is geweldig, want dat is het onderwerp waar we vandaag op zullen inzoomen. Er is vandaag veel tijd voor vragen van jou, de kijker. Stel ze dus vooral in het chatvenster. En onze moderator, je hoorde er net al eventjes, Evelien de Praal, die zal de meest prangende vragen uitkiezen voor in de uitzending. Dus we blikken daar vaak op terug, dus blijf die vragen alsjeblieft stellen. Elbrich, allereerst even met jou beginnen. We zitten hier op het hoofdkantoor van Young Capital in Hoofddorp. Normaal gesproken bruist het hier van de energie. Ja. En er is nu bijna niemand. Hoe raar is dat? Ja, dat is heel raar. Een soort van slechte film. Ja, dat is gek om mee te maken. Ja. Hoe heb jij het georganiseerd? Ben je nog vaak hier op locatie? Het kantoor is niet dicht, hè? Je kan er binnenkomen. Je kan binnenkomen en er werken hier ook nog mensen. Ik heb samen met mijn vriend de zorg voor onze tweeling van twee. Dus wij werken in shift, want mijn vriend heeft ook een fulltime baan, ik ook. Dus ik ben hier ongeveer om een uurtje of 11:30, 12:00, want dan begint zijn shift. Ja. Dan ga ik wel de deur uit. En dan ga ik naar kantoor om met mijn collega's zeg maar, in overleg te gaan via of Hangout, Zoom of whatever. Maar ik vind het wel heel prettig om hier op kantoor te zijn, om de mensen die er zijn ook te woord te kunnen staan. Op afstand in de ogen. Ja, inderdaad. De 1,5 meter afstand die is er zeker en die kunnen we ook nu wel waarborgen. Je ziet ook hier allemaal stickers op de vloer, et cetera. Dus er is een veilige werkplek. Dus je kan gewoon op kantoor komen als je dat wil. En als zo niet, dan kan dat vanuit huis. Gonnie, je hebt vorig jaar het boek Leidinggeven op afstand geschreven. Ja. Had je een soort visie? Glazen bol. Ja, had je een glazen bol waarvan je dacht, dit is het moment. Nou, ik werd door de uitgever gevraagd of ik dit boek wilde schrijven, want wij helpen organisaties rondom flexibel werken, digitaal werken. Mm-hmm. Dus dat is natuurlijk een hot thema, dus die zei, ja, dat boek moet er komen, wil jij het schrijven? En dat heb ik natuurlijk Jaap gezegd, maar ik had natuurlijk dit niet kunnen bedenken. Merk je ook een piek in het aantal bestellingen op dit moment? Ja, zeker wel. Ja. En ik heb onlangs met een aantal andere auteurs van de uitgever hebben een nieuw boekje geschreven, Never Waste a Good Crisis. Ja, met allemaal tips rondom crisismanagement. Binnen 2 weken, allemaal op afstand, dus dat was ook een bijzonder projectje. Supersnel. Ja. Je hebt een bedrijf, noem heel eventjes de naam nog een keer. Work21. Work21, dankjewel. Jullie hebben een prachtig kantoor in Groene Kan nabij Utrecht, een prachtig staat, mooi pand. Ja. Hoe doe jij dat? Hoe heb jij het georganiseerd? Ben je daar nog veel op kantoor of werk je vooral vanuit huis? Nou, wij deden natuurlijk allemaal, wij doen projecten bij klanten, verandermanagement, dus dat doen we altijd op locatie bij de klant. Mm-hmm. Dus wij zijn weinig op kantoor, dus we hebben in dat hele mooie grote landhuis in Groene Kan 1 kamer, ja. Waar we 6 werkplekken hebben, maar we zijn daar heel weinig. Dat is ook de bedoeling. En nu ook eigenlijk, het pand is nagenoeg leeg. Dat is wel jammer, want we zijn begin dit jaar daar naartoe verhuisd en we hebben onze kamers super mooi ingelicht. Ja. Ik ga er wel geregeld naartoe, ik woon in Vianen, dus ik woon redelijk dicht bij Groene Kan. Want ik vind het wel fijn om daar te werken en het is wel lekker rustig. En zo nu dan zie ik een collega en die gaat dan in een andere ruimte zitten, maar de meeste mensen werken vanuit huis. Ja, er is veel gaande in deze tijd. Jullie zijn een grote organisatie, Young Capital. 1300 medewerkers, give or take. Jullie hebben heel erg veel mensen uitgezonden bij heel veel partijen. Ja. Een crisis komt op je af. Hoe kijk je daar vanuit je HR-bril? Dan? Hoe acteer je daarop? Nou, om voorop te stellen ben ik aangenomen om een grote groei te genereren binnen het bedrijf en om het bedrijf groot en sexy te maken. Nou, ik denk dat zeg maar gaandeweg goed gelukt is en dit is een enorme kink in de kabel.
Wat, als je gaat kijken naar hoe komt het op je af, het is natuurlijk plots, klap, zeg maar, over ons heen gekomen. Dus dan komen er overleggen om te zeggen, hoe gaan we dit doen? En dat zijn multidisciplinaire overleggen natuurlijk. En dan heb je een financieel component, een HR-component, maar een marketingcomponent, van allerlei componenten die dan samenkomen. Dus het is niet zozeer alleen een HR-ding van, oh god, nou, hoe moeten we dit aanvliegen? Maar het is een team effort waarin je alle componenten mee moet nemen. Voor ons, wij zenden mensen uit inderdaad. We hebben opdrachtgevers waar mensen werken, maar onze eigen medewerkers. We hebben best wel een heel erg ingewikkeld speelveld van kandidaten, opdrachtgevers, eigen medewerkers. En dat zijn allemaal communicerende vaten. Dus wat er gebeurt bij opdrachtgevers heeft effect op onze interne organisatie en andersom. Wat zijn nou vragen die je veel al binnenkrijgt? Zo'n crisis komt op je af, mensen moeten in één keer gaan thuiswerken. Je hebt een jonge organisatie, dus ja. Veel mensen werken misschien nog wel van een studentenkamer of ja. Eerste wat kleinere huis. Ja. Wat voor vragen komen er dan bij jou binnen? Nou, het faciliteren van het thuiswerk, dat was echt zeg maar eigenlijk best wel heel snel gefixt. Want onze IT-afdeling die heeft dat heel erg goed voor elkaar. We zijn overgegaan in Google te werken, dus we konden eigenlijk best wel heel snel on remote werken. Maar wat er op je afkomt is, hoe gaan we nu zeg maar het teamgevoel creëren? Hoe gaan we samenwerken? Hoe gaan we de output die we altijd genereren, hoe gaan we die nog steeds behouden? Hoe gaan we intakes doen met onze uitzendkrachten? Nou, allemaal dat soort dingen. Dat kan natuurlijk allemaal virtueel en allemaal online. Maar het groepsgevoel en het overleg even met je collega naast je om te zeggen, wat vond jij eigenlijk van die medewerker of van je uitzendkracht? Denk je dat die matcht met die opdrachtgever? Dat is natuurlijk die hele kleine sensecheckjes, die vallen weg. Dus het leiding geven aan mensen op afstand. Leiding geven is faciliteren, werk faciliteren. Mm-hmm. En iemand prikkelen om het beste uit zichzelf te halen. Dus dat verandert niet, alleen de vorm verandert. En de vorm is dat je virtueel achter je laptop via Hangout, of wij gebruiken dan Hangout, mm-hmm. Mensen probeert te prikkelen om het beste uit zichzelf te halen. Terwijl ze in hun eigen omgeving zitten, dus er zitten heel veel dualiteiten in. Ja, dat wil ik ook even op aanhaken. Gonnie, hoe anders is leidinggeven op afstand ten opzichte van fysiek leidinggeven, terwijl mensen over het algemeen toch een beetje op de werkvloer om je heen ja. dartelen. Hoe daadwerkelijk anders is het? Nou, het is eigenlijk wel precies wat jij zegt. Inhoudelijk is het eigenlijk niet zo anders. Leidinggeven is leidinggeven. Alleen je moet het opeens allemaal virtueel gaan doen, dus het contact is anders. Ja. Je ziet natuurlijk als je video belt of met zo'n hangout of met Teams. Dat is helemaal waardeloos. Je kan elkaar niet eens echt goed aankijken. Er mist natuurlijk een hele hoop non-verbale communicatie. Ja, dus je zult dat op een andere manier doen met elkaar en iedereen moet eraan wennen. We waren natuurlijk ook niet gewend om op die manier te werken. En ik denk inmiddels zijn we natuurlijk zoveel weken verder dat mensen het ook al meer gewend zijn. Hè? Dus sollicitatiegesprekken, intakegesprekken, we doen het allemaal op afstand. Mm-hmm. Mensen missen het fysieke contact, want ik denk dat we uiteindelijk naar NN toe gaan. Maar het vraagt echt schakelen. En ik merk veel leidinggevenden hebben ook te maken met een stukje crisismanagement en de zorg voor hun team. Ja. Dus er komt echt veel op iedereen af. Juist nu heb je die leidinggevende capaciteiten, die zijn juist nu heel nodig. Omdat mensen onzeker zijn, angstig zijn, niet goed zich kunnen verhouden ten opzichte van collega's. Mm-hmm. En dan moet je werken met een virtuele wereld waarin je inderdaad heel veel non-verbale componenten mist. Daar haal je heel veel informatie vandaan. Empathie is toch in de virtuele wereld best wel heel lastig om iemand anders te lezen. Mm-hmm. Dus dubbel zoveel complimenten voor de mensen die nu op afstand zeg maar leiding geven. Want het is gewoon een hele moeilijke situatie. Het vereist heel veel van je capaciteit. Ja, we gaan het er zo meteen over hebben. Nou, wat de handvaten zijn, hoe je daar goed mee om kan gaan. En wat nou praktische tips zijn om leiding geven op afstand goed te faciliteren. Ja. Maar ik ben allereerst benieuwd of we al vragen van de kijker binnen hebben gekregen. Nou, kijk ik even naar onze moderator, Eveline. Ja, Uco van Veen is benieuwd wat Eldrich in deze periode anders doet qua leidinggeven. Even nadenken natuurlijk. Ik doe eigenlijk niet zo heel veel anders. Wat ik al net al zei, ik ben een faciliteerder en ik vind het heel belangrijk dat het goed gaat met de mensen waarmee ik samenwerk, dus mijn HR-team. Dus ik tune wel vaker in. Hoe is het met je gezin? Ik werk met veel dames samen die allemaal of een heel jong gezin hebben of een net iets ouder gezin hebben, met pubers of met kleuters, peuters. Dus werk-privé-balans is daarin heel belangrijk. Ik vind het heel belangrijk om te weten of het goed gaat met ze, hoe ik ze kan helpen. Hoe belangrijk is dat aspect
om ook die persoonlijke vraag te stellen. Dus niet alleen maar over die KPI's te hebben. Oh, maar het is dat, die vraag die komt als eerst. Ja. Hoe is het met je? Hoe gaat het? Hoe werkt het allemaal bol? En lukt het? En waar kan ik je bij helpen als het niet lukt? Hoe kunnen we kijken naar de prioriteitsstelling? Dus mijn leidinggevende aspecten zijn niet veranderd. Alleen ja, heb je verschillende multimediale manieren om in contact te komen. Dus ik bel vaak met de meiden, zoals ik ze noem, om even in te tunen. En soms is dat in de avond en soms is dat in de ochtend. En soms hebben we niks aan elkaar te vertellen. Maar het is belangrijk om dichtbij mensen te blijven. Deed je dat bellen daarvoor ook al? Ja. Zie, want daar zit veel verschil in. Hè? Ik spreek ook veel leidinggevenden die zeggen, ik bel eigenlijk alleen maar als ik echt een inhoudelijke vraag heb. Ja. Ik heb dat ook, dat ik gewoon wel mensen bel en zeg, hoe gaat het nou met je? Wat zegt de theorie daarover? Help ons daar mee. Het is wel belangrijk dat je goed op elkaar afstemt. Dus dat mensen wel echt eerst verbinding maken voordat je het ook over inhoud hebt. Ja. Precies. Heel veel leidinggevenden zijn toch veel op die inhoud afgestemd. Ja, maar heel veel mensen zijn druk, die hebben het gevoel van, ik zit op de klok, ik moet nog 20 telefoontjes doen. Maar dat die tijd nemen om dus ook persoonlijk contact te maken, even die vraag te stellen hoe het gaat, is dus cruciaal. Ja, want ik denk, hè, wat mensen nu nodig hebben, is dat het veilig is en dat er vertrouwen is. En dat je vertrouwen voelt van jouw leidinggevende. En dat je met elkaar hier goed doorheen komt, dat je de schouders eronder zet. Ja, dan moet je op afstemmen met elkaar. En als je het daar niet over hebt, en iemand zit met schreeuwende kinderen of met stress thuis. Ja, dan heb je nooit inhoudelijk ook een goed gesprek. Dus als je dat niet doet en je houdt er geen rekening mee, ja, dan gaat het natuurlijk van alles mis. Even kijken of we nog een vraag hebben binnengekregen. Ja, ik heb nog een best wel praktische vraag van Des 1000 binnengekregen. Hij zegt zegt wij zijn urenschrijvers. Hoe motiveer ik mijn medewerkers als er minder klantenwerk is om uren te steken in zaken als acquisitie en kennis opdoen? Ja, dus eigenlijk is het voor mij een vraag, als ik het kan samenvatten. Hoe krijg je medewerkers gemotiveerd om ook werk misschien op te pakken buiten je eigen takenpakket? Als er nu minder werk voorhanden is, wat je eigenlijk voor bent aangenomen. Dat is een heel actueel thema ook binnen ons bedrijf. Er zijn natuurlijk, wat ik net vertelde, we hebben een afhankelijkheid van opdrachtgevers en kandidaten en onze eigen medewerkers die communiceren in de vaten. En dat kan betekenen dat er werk weg komt te vallen, maar dat er ergens anders werk verschijnt. En dat we mensen vragen om die flexibiliteit op te brengen. Volgens mij gaat het om dat je het collectief moet aanraken, dat je samen, zeg maar, deze hele situatie, dat je samen de schouders eronder zet. Ja. En in welke verschijningsvorm dat ook is. Iedereen in de basis, daar geloof ik heilig in, wil zich nuttig maken voor een bedrijf waar je voor werkt. Kun je ook wel dingen aan mensen vragen om zich nuttig te maken. Om te zeggen, joh, zou je dit willen doen of zou je dat willen? Want het effect daarvan is dat dit precies, en dit gebeurt. Precies, een befaamde uitspraak van trainer Remco Klaas is altijd, mensen willen wel veranderen, maar niet veranderd worden. Ja. Dus hoe zorg je ervoor dat je ze daarin wel meeneemt? Dat het niet iets is wat wordt opgelegd van bovenaf? Om heel eerlijk te zijn, werk ik met een vrij jonge populatie. Die wil heel graag nuttig zijn. En zeker ook voor dit bedrijf te werken. Dus er is bijna geen moeite nodig om te zeggen, joh, dit is misschien een hele relevante werkzaamheden om het bedrijf verder te helpen. Dat komt vanuit de mensen bij ons terecht. Maar ik kan me wel voorstellen dat als je bij een ander bedrijf werkt, dat het wat meer uitleg behoeft. Om te zeggen, als we deze acties neerzetten, dan uiteindelijk komen we op deze manier uit de crisis, wat weer veel beter is voor het voortbestaan van het bedrijf, wat we uiteindelijk allemaal willen. Dus ik denk dat je heel goed moet uitleggen waarom je dingen gaat vragen van mensen. Is het misschien ook zo dat het juist in deze situatie makkelijker is om mensen hun taak, een andere taak te faciliteren? Omdat dat op afstand werken je zoveel tools tot je beschikking hebt, Ronnie? Dat denk ik, maar ook op jou aanhakend, hè, wat je ziet is, we hebben nu te maken met een soort crisis die buiten ons allemaal ligt. Ja. Mm-hmm. Dus we zitten allemaal in hetzelfde schuitje en dat voelen medewerkers ook, hè, de organisatie waar ze werken, staat ook voor ongelooflijke uitdagingen en dingen die we gewoon niet hadden voorzien. Ja. Dus dat maakt dat het echt anders is dan, denk ik, een financiële crisis. Ja, en het is niet de schuld van iemand in het bedrijf dat het slecht gaat. Nee, misschien helpt dat daarin wel ook. En ik denk wel dat, hè, wat jij zegt, voor leidinggevenden is het ongelooflijk belangrijk dat ze zich ook kwetsbaar laten zien. Dat ze ook laten zien dat dat ook wat met hun doet en dat je dus met z'n allen dat moet doen. En die kwetsbaarheid, die zorgt ook voor vertrouwen.
En dat je met elkaar eigenlijk maximaal aan het leren moet om te kijken, wow, welke uitdagingen gaan we aan en wat gaan we oppakken en doen in de breedte. Dus dat betekent ook andere dingen oppakken dan je misschien gewend was. En een leidinggevende die ook experimenteert en uitprobeert en met elkaar leert, dus daar ook ruimte voor biedt, creëert dat ook in het team. Ja. Ik wil het zo meteen hebben over leiderschap 1-op-1. Hoe coach je nou mensen om het beste uit zichzelf te halen op persoonlijk niveau? Wat we tegenwoordig ook heel veel zien is natuurlijk videovergaderingen in teams. Ja. En een teamvergadering op afstand is toch anders dan dat je met elkaar aan tafel zit. Mensen zijn sneller afgeleid. Het is heel makkelijk om even appjes te gaan lezen. Non-verbale communicatie mist. Dus wellicht komen boodschappen minder duidelijk naar voren. Ik wil graag het hebben over praktische handvaten. Hoe je nou goede meetings organiseert op afstand. Zodat iedereen aligned is. Wat zijn daar nou belangrijke do's en don'ts in? Ja, mijn ervaring is dat je sowieso korter vergadert. Dus, en ik denk dat voor iedereen überhaupt al prettiger is. Dus dat vergaderingen strakker worden. En dat je dus van tevoren heel duidelijk afspreekt wat je uit de vergadering gehaald wilt hebben. Dus dat je van tevoren afspreekt, dit is wat we willen bereiken aan het eind van dit overleg. En dat je daar dus met elkaar naartoe werkt. Dus je hebt inhoudelijk overleg waar je dat mee doet. Wij doen bijvoorbeeld ook een dagstart of een weekstart. Mm-hmm. Waarin we gewoon ook even een rondje maken. Hoe gaat het met iedereen? En wij bespreken bijvoorbeeld één keer in de week de LPG met het team. En dat doen we een half uurtje. Dat deden we eigenlijk al hiervoor. Heel eventjes helpen wat de LPG is? Ja, LPG gaat natuurlijk over gas en over energie. Ah, ja. Maar de L staat voor lessons learned. Wat heb je afgelopen week geleerd? En dat is ook belangrijk, hè? Want dan kan je successen indelen met elkaar. Mm-hmm. Maar ook delen waar je tegenaan bent gelopen, waar je iets mee hebt gedaan. Dus daar moet je ook van tevoren even over nadenken. De P gaat over planning. Wat ga je deze week doen? En dan zie je vaak dat mensen zeggen, oh, maar als je daarmee bezig gaat, kan ik daarmee helpen. Hè? Dus mensen vinden elkaar daar ook in. En de G staat altijd over gezondheid, dus hoe gaat het nou eigenlijk met je? Ja. Wij zijn maar een klein team, dus natuurlijk niet te vergelijken. Maar wij doen met 17 mensen, in een half uurtje bespreken we dat altijd al één keer in de week. En dat soort structuren helpt ook om op een andere manier met elkaar verbinding te maken, waardoor je ook in vergaderingen daar makkelijker op terug kan komen en veel efficiënter kunt werken. Maar dat vraagt tegelijkertijd ook wel heel veel van de leidinggevende, want die moet wel die structuur aanbrengen. Zeker. En zorgen dat de agendasetting helder is dus. Nou ja, de vraag is natuurlijk of dat allemaal bij die leidinggevende moet liggen. Want je hebt een heel team, dus je kan ook in je team kijken wie kan welke rol goed oppakken. Dus ook daarin zou ik zeggen, kijk wat het beste past bij mensen. Als je het hebt over het beste uit mensen halen, leidinggevende moet ook stoppen met te bedenken, ik moet het allemaal gaan regelen voor mijn team. Dus delegeren. Zet het team aan. Delegeren. Hoe is dat bij jouw persoonlijke situatie geregeld? Hoe zorg jij ervoor dat die vergaderingen op afstand in de teams goed georganiseerd zijn? Nou, wij werken ook met een dagstart. Niet zozeer bij HR hebben we het. In eerste instantie hebben we elke dag een HR-call gehad. Want er gebeurde natuurlijk heel veel. Ene situatie tuimelde over de andere situatie. Dat hebben we nu net even wat minder gedaan om het inderdaad relevant te houden. Dus eigenlijk met je cut the crap. Dit is wat we gaan bespreken. En daar hebben we zoveel tijd voor. En dus wordt dat ook allemaal dan besproken. Dus heel erg functioneel gericht. In de operatie werken we met dagstarten, we tunen even in de middag en daarna ook een afsluiting van de dag van joh, hoe zijn de dingen gegaan, dus echt wel heel erg functioneel. Mm-hmm. En daaromheen zijn de één op eens om die persoonlijke aandacht te geven, et cetera, want de teams zijn net even wat groter. Maar het is heel functioneel en heel erg een doel van wat gaan we bespreken en welke onderwerpen zeg maar, die zijn er en zijn relevant op dit moment. Merk je nog dat je bepaalde dingen anders aanvliegt? Omdat als je misschien, als je niet glashelder communiceert wat je verwacht, dat er ruis ontstaat bijvoorbeeld? Ja, dat kan zeker door de multimediale middelen kan er heel makkelijk ruis ontstaan. Dus het is goed om niet controlevragen te stellen om te controleren, maar omdat iedereen het goed begrijpt. Wat we nu hebben afgesproken, dus om een samenvatting te doen. Maar dat is eigenlijk niet anders dan in een normale wereld, als je met elkaar in een meeting zit. Oké, dit hebben we toch afgesproken, tik, 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 tik. Ja. En dat is nu ook, dat is nu ook zo. Dus ik denk dat we niet moeten denken dat het nu in één keer helemaal totaal anders zou moeten. Het enige wat je mist is dat hele sociale contact en dat echt even goed met elkaar afstemmen wat er nou eigenlijk bedoeld wordt. En daar heb je natuurlijk wel gespreksvoeringstechnieken voor om dat te achterhalen en om zeker te weten dat iedereen op dezelfde pagina zit.
Dus ja, het is niet anders dan anders, behalve door het schermpje. Maar die controlevraag, dat staat volgens mij ook in jouw boek genoemd, Gonnie. Dat je dus je team vaak moet vragen of ze hebben begrepen wat je aan het zeggen bent. Klopt dat? Kijk, heel veel leidinggevenden die doen dat door bij te zitten op de werkvloer. Als mensen aan het werk zijn, door te zien wat mensen aan het doen zijn, dan een beetje bij te zitten. Dat heb je niet. Ja. Dus je zult van tevoren veel beter moeten afstemmen of een opdracht helder is. En hoe doe je dat? Door vooraf duidelijke afspraken te maken, precies wat jij zei, zit je op diezelfde pagina, heb je het over hetzelfde. En er zijn de randvoorwaarden waar een oplossing aan moet voldoen voor iedereen helder. En dat is niet alleen iets voor een leidinggevende, maar ook voor een medewerker. Die moet ook kritisch zijn en pas ja zeggen als een opdracht helemaal duidelijk is. En heel vaak willen mensen graag het beste doen, dus die zijn geneigd om heel snel ja te zeggen, maar dan eigenlijk het gewoon nog niet helemaal helder te hebben. Dus het is ook iets waar je allebei aan moet werken om ervoor te zorgen dat mensen ook kritische vragen stellen voordat ze aan de slag gaan. Vragen van jou, de kijker. Ik kijk weer naar Eveline. Ja, een best wel moeilijke vraag denk ik van Marco Edens. Die wil graag weten hoe je onzekerheid over baanbehoud, vooral voor medewerkers natuurlijk met tijdelijke contracten op dit moment, hoe je dat managt. Ja, goede vraag Marco, dank je wel daarvoor. Ik denk dat het een goede vraag is ook voor jou om te beantwoorden. Ja. Medewerkers met tijdelijke contracten, er is überhaupt veel onzekerheid in de markt. Het is lastig waarschijnlijk om er een algemeen antwoord op te geven. Ja. Maar verwachtingsmanagement is natuurlijk wel een thema wat je daarin kunt aanstippen. Ja, zeker. Om te beginnen hebben we natuurlijk meerdere crises gehad en overleefd. Dus aan elke crisis is een einde. Dus dat is gezegd hebbend. Ja, naar regen komt zonder schijn. Absoluut. Maar deze crisis is wel net even wat anders gezien de gezondheidscomponent daarbij. En daarbij de grilligheid daarin. Het is niet heel erg langdurig te overzien wat er gebeurt. Dus ik kan me voorstellen dat de onzekerheid gecreëerd wordt omdat er niet direct uitspraken worden gedaan over bepaalde tijdcontracten. Omdat er een grilligheid zit in deze crisis. Dus wat er dan het enige is om te doen, is daar transparant in te zijn. Waarom kiezen we ervoor om een maand van tevoren wel of niet door te gaan met iemand? En waarom? Waarom kiezen we ervoor om die route te verkiezen? Dus het waarom daarachter zo goed mogelijk en zo transparant mogelijk proberen het uit te leggen. Onzekerheid is heel vervelend. En zeker als je ook thuis werkt en niet in een omgeving zit waar je bepaalde dingen kan toetsen. Komt er ook wel angst bij kijken van hoe nu verder. Mm-hmm. Dan is het enige wat je als leidinggevende kan doen om de afhankelijkheid die er wellicht gecreëerd wordt door het medewerker zelf, om die om te turnen naar een onafhankelijkheid. Je bent iemand die iets kan, talenten heeft. Dit is niet het enige wat er is in de wereld. Laten we het even wat breder bekijken. En ik snap dat sommige mensen daar helemaal geen oren naar hebben, omdat dit is wat nu speelt. Maar om daar wel een gesprek over te voeren. Gonnie, heb je er nog een remark op? Ja, wat denk ik helpt is bij mensen met mensen inderdaad dat perspectief wat langer weg te zetten en te kijken wat de toekomst uiteindelijk gaat brengen. En misschien ook met mensen te kijken wat kan je juist nu, hè, dus als mensen ook ruimte hebben, ontwikkelen en leren, zodat je voorbereid bent op wat hierna komt. Ja. Je hebt zoveel mooie online platforms waar je je skills in kan enhancen. Maar kijk daarmee. En het is makkelijker gezegd dan gedaan. Want ik kan me het heel goed voorstellen dat die onzekerheid, dat je aan deze remark weinig hebt als je in zo'n dergelijke situatie zit. Vanuit een organisatie probeer zo transparant mogelijk te zijn, zo veel mogelijk te communiceren daarover. Hoe doe je dat? Wat zijn middelen die jullie daarvoor inzetten? Jullie hebben webinars gehouden, weet ik toevallig. Ja, nou dat. Een Ask Me Anything aan het MT. We hebben daarin met onze VM-laag, dus de vestigingsmanagers die op de vestigingen zitten, hebben we calls gehad met Ineke, onze CEO, en Peter, de CFO, om het financiële en HR-plaatje en zo uit te leggen van wat gebeurt er nou eigenlijk in de organisatie? Waarom, en dat is even inhoudelijk, waarom een aanspraak wel of niet? Wat gebeurt er nou precies in je organisatie waardoor er bepaalde keuzes worden gemaakt, zodat het middelmanagementlaag dat begrijpt en dat ze vragen kunnen stellen? Dus zoveel mogelijk vragen uit de organisatie te kunnen beantwoorden. Dat doe je ook in kleinere groepen, dus op afdelingsniveau om dat uit te leggen. Mm-hmm. Dus zoveel mogelijk het perspectief neer te leggen wat er nu gaande is en wat mensen daar zelf ook mee kunnen.
een vraagstuk wat daar aan gelieerd is ook een stukje bereikbaarheid van leidinggevenden. Zeker. En dus de spiraal waar we daar een beetje in zitten, merk ik bij veel mensen in de markt, is dat je bent toch al veel thuis nog aan het werk. Dat betekent ook dat de work-life balans door elkaar begint te lopen. Mensen ook vaak in de avonduren en weekenden nog aan het werk zijn. En daarom dus ook communiceren met mensen. Maar daardoor kan natuurlijk ook een soort van verwachting ontstaan dat mensen maar altijd bereikbaar zijn en moeten zijn. Hoe werkt dat voor leidinggevenden? Hoe moet je dat afkaderen? Nou ja, ik heb toevallig bij een van de klanten heb ik alle leidinggevenden gebeld, ook om te horen hoe gaat het. En wat ik merk, die zijn gewoon 24 uur willen ze bereikbaar zijn. Ja. Dat is niet oké, want dat hou je niet lang vol. Dus het is ontzettend gaaf dat ze zo betrokken zijn en zo goed voor hun mens willen zorgen. Maar je kan niet alles op je schouders nemen, dus het is ook belangrijk daarin dat je dat verdeelt. Dus dat je of met een buddy systeem werkt in je team, of met subteams als je een groot team hebt. Zodat mensen ook zorg hebben onderling voor elkaar. Of dat je misschien een spreekuur plant, dat je op een bepaald tijdstip wel bereikbaar bent. Want anders kan het zijn dat de ene zegt, ik heb kinderen, dus 's middags werk ik niet en ik ga 's avonds. Dat jij zegt, oh, maar dan kunnen we 's avonds wel bellen. En voor jou vervagen die grenzen dan compleet. Mm-hmm. Dus je zult daar ook je eigen grenzen in moeten zoeken en bespreken met je team wat voor iedereen werkt. Ja, en tegelijkertijd kan het ook veel verwachtingen scheppen naar je medewerkers toe. Als jij 's avonds nog reageert, dan kunnen ze ook het idee hebben, dat moet ik dan ook doen. Ja, ja. Wat ook wellicht een ongezonde werksituatie. Ja, en normaal zie je eigenlijk al dat mensen die thuis werken, die willen graag laten zien dat ze echt wel goed werken. Ja. Dus die gaan altijd overcompenseren. Dus ik heb ook al een organisatie gehad, die zeiden van, wij gingen zo hard nu iedereen thuis zit. Mensen zijn zo hard aan het werk, dat we gaan veel te snel. Het is gewoon niet normaal. Dus die zijn een tandje terug gaan werken. Mm-hmm. En die zeiden, 6 uur per dag is voldoende. Want daarmee kunnen we eigenlijk doen wat we op kantoor in 8 uur deden. Dat is ook wel een interessante, vind ik. Om te kijken, wat zegt dat nou voor hierna? Ja. Maar het is wel goed om kritisch te kijken. En dat harder hoeft natuurlijk helemaal niet. Het moet wel gezond blijven. Volgens mij bij dat veel Zweedse bedrijven ook al het geval. Ja. Dat 6-uurige werkweek schijnt gezonder te zijn. Vragen van jou, de kijker. Eveline. Ja, ik heb nog een praktische en een beetje IT-achtige vraag van Laura Wammens. Die zegt, mijn team is nagenoeg digibeet en heeft ook onvoldoende faciliteiten om online te werken. Maar zelf kan ze dat wel, volledig. Hoe dicht ik de kloof, vraagt ze. Dat is een leuke vraag voor Gonnie. Dankjewel, Laura. Hoe dicht je de kloof als je als een zeer digital savvy persoon met alle tools voorhanden werkt met mensen die dat nog niet zo? Goed, ja, ik denk jullie inhuren natuurlijk. Dat is, dat kan. wij kunnen zeker helpen daarbij. Nee, ik denk kleine stapjes. Kijk, wat ik altijd denk is, met technologie wil je natuurlijk dat je mensen niet overlaat met van alles en nog wat. Maar dat ze het ook leuk gaan vinden. Ja. Dus dat vind ik belangrijk. Dus je moet gaan zoeken naar waar zitten die haakjes, dat mensen ook lol in gaan hebben. Want dan gaan mensen ook wel zelf verder ontdekken. Hoe kan je mensen enthousiasmeren voor de tools, bedoel je? Ja, dus als je iets kleins pakt waar je direct profijt van hebt met z'n allen. Dan worden mensen ook wel nieuwsgierig naar andere dingen. Dus start met iets kleins waar mensen nu direct baat bij hebben. En ga vandaar met elkaar ontdekken. En ik snap dat dat lastig is, hè, want het is nu van niets naar alles voor sommige organisaties, voor sommige teams. Maar als je dus alles in één keer doet, dan raken mensen helemaal overdonderd daardoor. Dus doe het in kleine stapjes en maak keuzes in wat je wel gaat doen en wat nog niet. Precies. En als individu kan je natuurlijk wel gebruik maken van de voordelen. Zeker. Nou, ik denk wel dat het helpt als je als leidinggever het goede voorbeeld geeft. Dus als je het zelf lastig vindt, dan heb je daar wel een uitdaging in. Want je zult wel ook zelf, als je het zelf doet, dan helpt dat wel. Wat ook helpt is dat je goede afspraken maakt over wat gebruik je nou waarvoor. Soms zien mensen, zijn er zoveel applicaties die gebruikt kunnen worden. Maar wat gebruiken we nou eigenlijk waarvoor, met welke prioriteit? Zodat mensen ook het gevoel hebben van, het is wel duidelijk, notities doen we daar. Vergaderen doen we daar en samenwerken aan documenten doen we daar. En ik hoef niet ook nog eens dat te doen, want ik zie wel, sommige organisaties zetten van alles aan. Ik kan me voorstellen dat er zijn heel veel oplossingen. Alleen voor videovergaderen hebben we volgens mij al een ruim dozijn aan keuzes die we kunnen maken. Hoe bepaal je nou wat voor jou een goede tool is? Nou ja, vaak zie je natuurlijk dat er in een organisatie een standaard is. Hè? Dus veel bedrijven zitten op Google of op Microsoft. Dus gebruik dan die tooling en kijk daarbinnen wat er kan.
En breid dat dan langzamerhand uit. Ik zie bijvoorbeeld bij Microsoft dat sommige organisaties alleen het vergaderen en het conversatiestuk aan hebben gezet. Mm-hmm. Terwijl er nog een wereld achter zit. Dus ik hoop echt wel dat we daar ook straks op gaan doorpakken dat mensen ook echt slim met die technologie gaan werken. Ja, dat zou wel mooi zijn. Mooie vraag. Nog een vraag van jou als kijker. Er zijn een aantal vragen nog binnengekomen. Toch nog eventjes over de balans die je kan aanhouden tussen de mens en de prestatie. Er zijn mensen die zich afvragen, hoe zorg je dat die focus op die KPI's wel blijft? Want er zijn mensen die merken dat dat op afstand afneemt. En er zijn ook mensen die zich juist afvragen, ja, hoe pak ik dat nou aan dat ik niet alleen maar op prestaties stuur? Dat is een goede vraag. De prestatievraagstuk, KPI's vraagstuk. Hoe hou je op afstand grip op de output? Door grip te houden op je vertrouwen in mensen. Dus vertrouwen is en blijft de basis? Dat, voor mij wel. En natuurlijk, je hebt afspraken. Dus vertrouwen gaat ook met verantwoordelijkheid nemen. Medewerkers hebben natuurlijk een verantwoordelijkheid voor hun functie of voor de werkzaamheden die ze moeten uitvoeren. En als leidinggevende heb je het vertrouwen dat dat gebeurt. En dat je faciliteert wanneer het lastig wordt voor iemand. Dat je iemand kan helpen. Ik denk dat het, wat we net ook al bespraken, heel erg belangrijk is dat je van tevoren afspreekt wat je van mensen verwacht. En dat er begrip is voor situaties in huis. Waar we net ook al over spraken, ja, heel veel mensen hebben jonge kinderen, hebben die kinderopvang, hebben homeschooling. Iedereen is een soort van verdeeld over 30 stukjes. En dan ga jij ook nog als manager volwaardige KPI-fulfillment verwachten. Ja, dat kan niet. Punt. Dus gaan we kijken naar wat kunnen we wel doen. Dus het is... Wat kun je wel samen nog bewerkstelligen? En dat er een afname is van je fulfillment van je KPI's. Dat is denk ik, als je het hebt over de groep met kinderen thuis en homeschooling, dat is misschien wel evident. En hoe kunnen we kijken naar hoe we dat samen kunnen oplossen? Alleen louter sturen en drukken op KPI's is echt... Micromanagement is sowieso, ben ik helemaal een soort van allergisch voor, is slecht idee, maar nu al helemaal. En is het nog handig om die verwachtingen die je dan wel hebt, of die aangepaste KPI's misschien, je moet ze uitspreken, maar ja. Is het ook nog handig om die ergens vast te leggen? Ja, zeker. Wij werken met een performance cyclus waarin iedereen weet wat hij moet doen. Dus het is zeker goed om dat vast te leggen. Eigenlijk de usual business, zoals het altijd gaat, dat je daar gewoon mee aan de slag gaat. Ja. Alleen heb begrip en vertrouwen, wat Gonnie net ook al zei. Heb vertrouwen dat mensen heel graag willen laten zien wat ze aan het doen zijn, omdat ze op afstand zitten. Mm-hmm. Dus zorg ook dat je niet mensen over de kop werkt, omdat je graag bepaalde dingen wil zien. Heb begrip daarop en vertrouwen dat inderdaad de intentie van mensen is om zo goed mogelijk hun best te doen om dat te behalen. Maar soms lukt het gewoon niet, dan moeten we ze helpen, toch? Dat is ook een functie van je als manager. Ja, en Gonnie, als je als bedrijf dat nog niet had, dus je deed veel op basis van, je liep even bij iemand langs en je zei van, nou dit en dit gaan we deze week doen. Dat je dat nu in één keer misschien wel wil vastleggen ergens in een document, kan dat misschien nog overkomen als een soort wantrouwen? Ja, zeker als je dat niet gewend bent in de organisatie, dan kan het zijn, en zeker als je dat gaat controleren, dan snap ik dat wel. Terwijl ik denk, als je het met elkaar doet, dus ik geloof ook heel erg in het als team te doen, dan voelt dat anders en kun je met elkaar bedenken, oké, welke doelen zijn dat dan, wat gaan we afspreken daarin? En dat je dat ook met elkaar vastlegt, dan is het ook weer niet alleen maar iets van die leidinggevende, maar dan is het echt verantwoordelijkheid wat je met elkaar doet, omdat je gewoon op afstand helder wilt hebben waar is iemand mee bezig. Ja. En wat willen we eind van deze week, maak het ook weer klein, bereikt hebben met elkaar. Is het dan handiger om dat vanuit je rol als leidinggevende één op één af te stemmen? Of moet je het dan juist misschien beter in de groep gooien? Dat je met elkaar afstemt. Ik zou het in de groep gooien, dat je met elkaar afstemt. Dat je zegt, hey, dit is ons plan, dat gaan we doen. En dat je met elkaar gaat kijken, wie kan het beste welke rol, welk stukje oppakken. Mm-hmm. En dus het liefst dat je dat deelt. In sommige gevallen wil je misschien aanvullend dat één op één nog afstemmen. Of als je merkt van, hey, misschien is het niet helemaal duidelijk. Of zijn er vragen over, dan kun je dat natuurlijk ook nog één op één doen. Maar ik zou daar wel een mix in zoeken. Maar die één op één afstemming is sowieso natuurlijk ontzettend belangrijk. Dat je gewoon ook goed weet wat voor situatie zitten mensen in. En dat je kijkt, wat heb jij nu nodig
om het goed te doen. Maar laat het ook aan mensen zelf, want mensen kunnen het zelf echt wel goed bedenken. Nog een vraag van de kijker. Ik heb eigenlijk meer een vervolgvraag. Dat gaat over die KPI's. Dus dat je de KPI's kan bijstellen. Mm-hmm. In de comments wordt dan wel gezegd, ja, dat kan je wel willen, maar de opdrachtgever die verwacht wel dat ik die KPI's vervul. Hebben jullie een tip? Een tip. Nou, eigenlijk wat Gonnie net zei, vele handen maken licht werk. Dus dat je het in team gooit en dat de KPI's wil misschien niet zeggen dat per persoon zeg maar het wordt gehaald, maar dat we wel met het team de KPI's van de opdrachtgever kunnen halen. Dus wat er meer op tafel ligt, maak het bespreekbaar. Ga niet lopen micromanagen van dit moet en waarom heb je dat je in een verantwoordingachtige structuur komt, want dat is heel onveilig. Maar dat je het in de groep gooit van jongens, dit moeten we bewerkstelligen voor de opdrachtgever. Hoe gaan we dat doen? En als we dat in ons eigen team niet voor elkaar krijgen, misschien is er een gelijk team waar het misschien wat rustiger is, waar we hulp voor kunnen vragen. Dus ik geloof daar heel erg in dat vele handen licht werk maken daarin. Ja, we waren laatst bij AFAS voor ook een webinar en daar hebben ze een soort van hulphub georganiseerd. Daar kunnen mensen inderdaad gewoon voor het hele bedrijf publieke vragen stellen. En iedereen die net een beetje wat meer tijd om handen heeft, die je kan aanbieden om in te springen. Voor een mooi voorbeeld. Nou, smart voorbeeld. Dat soort voorbeelden hebben wij ook binnen de organisatie. Dat er soms werk wat stil komt te liggen. Dat bij marketing wel een aantal werkzaamheden nog gedaan moeten worden. Dat er dus mensen daar gaan helpen. Of dat er op het tenderdesk geholpen wordt vanuit een finance hoek. Dus dat als daar mogelijkheid voor is, gooi het open. Merk je ook daarom, sorry Gonnie, ik kom er zo. Merk je daarom ook dat misschien de organisatie meer samen is gaan werken? Dat er meer saamhorigheid is gekomen? Ja, ik denk het wel. Ik ben echt mega trots op, was ik al op dit bedrijf, maar nu nog meer. Dat we onder zoveel druk worden heel veel dingen vloeibaar en vallen ook wel wat grenzen weg om te denken, ja, dit was mijn eilandje. Nou, er zijn in één keer, in één dag heel veel bruggen gebouwd, zeg maar. Ja, dat denk ik wel. Mooi. Ja. Nee, wat ik denk, mensen willen wel helpen. Het zit gewoon in onze aard, alleen als je maar weet waarmee. Dus ik kan moeilijk tegen jou zeggen, ik ga van alles aanbieden. Ja. Maar als jij een vraag hebt, dan wil ik graag helpen. Dus dat vraag en aanbod, dat bij elkaar brengen. Hè? En als je daar oplossingen voor zoekt, dat helpt natuurlijk enorm. Wat voor tools zijn daar, wat heb jij gezien in de praktijk? Want je doet veel met digitale transformatie, dus je ziet allerlei bedrijven die dit soort vraagstukken hebben en willen oplossen. Wat voor tools zou je daarvoor nou aanraden? Nou ja, je ziet bijvoorbeeld dat sommige organisaties hebben een social intranet of gebruiken Yammer. Wat soms wel eens jammer wordt genoemd, wat ik heel jammer vind. Ja. Want dat werkt heel goed om vraag en aanbod te matchen. Dus er zijn natuurlijk zoveel mogelijkheden die vaak al beschikbaar zijn waar je dat wel mee kan doen. En wat je misschien nog niet zo gebruikt. Hè. Dus kijk naar wat je hebt als landschap eigenlijk. En kijk wat daarin al mogelijk is om dat voor elkaar te krijgen. En vraag het ook binnen de organisatie van, hé, wat hebben we? Maar het helpt enorm als je iets maakt en als je het ook stimuleert dat mensen dingen gaan aanbieden en elkaar gaan helpen daarin. Want ook dat, die saamhorigheid, dat is wel wat ik enorm herken en dat zie ik ook bij al onze klanten. Dat mensen dat met elkaar willen doen en met elkaar door deze periode heen willen komen. En dat maakt ook dat het teamgevoel er vaak ook is en dat je dit soort dingen kan oppakken. Ik kijk even naar Eveline, hoe we in de tijd zitten. We zijn op 40 minuten zitten we. 40 minuten, nou, we hebben nog 20 minuten. Laten we daarom aftrappen met wederom een vraag. Hebben we nog wat binnengekregen? We hebben heel veel binnengekregen. Kijk, dat is mooi om te horen. Er speelt aardig wat. Lotte Jansen, die zegt, de component crisismanagement is in mijn werk zo groot dat het bijna al mijn tijd opslokt. En ik merk dat mijn team daardoor in de wachtstand komt. Hoe kan ik ze toch betrokken houden? Dat is een mooie vraag. Je bent zo ongelooflijk druk met brandjes blussen. Ja. Dat je misschien ook een beetje de tijd verliest om je medewerkers mee te krijgen. Ja. Tijd creëren, zou ik zeggen. En dat klinkt makkelijker dan het is. Maar even een paar stappen terug om straks een paar stappen voorwaarts te gaan.
En dat klinkt nog steeds onnatuurlijk, dat besef ik me heel goed. Maar ik denk wel dat het belangrijk is dat Lotte staande blijft, want ja, die heeft zeker een belangrijke functie, zo uit de comments te halen. Dus dan is het belangrijk dat zij goed voor zichzelf zorgt, voordat ze zeg maar voor het team ook kan zorgen. Dus een paar stappen achteruit om uit te leggen waar het mee bezig is en ook hulp te vragen. Dat Lotte zelf aan leidinggevende hulp vraagt om te zeggen, ja, er ligt te veel crisismanagement nu op mijn bordje, waardoor ik niet eens de informatie kan overbrengen naar mijn eigen team. Want dat is natuurlijk belangrijk, want daar zit ook weer een uitvoercomponent in. En ook weer, dat is een rimpeleffect. Dus als zij het bij zich houdt, met welke reden dan ook, omdat het niet anders kan, ja, dan wordt dat alleen maar groter en dan kun je wachten tot het verkeerd gaat. Ik kan me ook voorstellen dat het een benauwend gevoel geeft als je tot over je oren in het werk zit en je hebt het idee dat je er niet meer uitkomt. In hoeverre moet je dat ook delen met je teamgenoten? Nou, ik zou dat delen. Ja, gewoon open eerlijk zeggen van jongens, ik kom er even niet uit. Ja. Je bent ook een mens en als leidinggevende ben je niet alwetend, almighty. Ik heb ook niet alle antwoorden, dat zeg ik ook af en toe tegen mijn team. Ja, ik weet het ook even niet. We moeten even alle variabelen moeten weer op tafel, even herschikken. Misschien moet ik er een nachtje over slapen. Misschien moet ik slapen. Slaap is belangrijk. Ja. Om het weer even helder perspectief te hebben. Ik denk dat het heel belangrijk is als leidinggevende om te zeggen dat je soms ook niet het hoofd hebt geboden aan het probleem op dit moment. Omdat het een hele gekke, uitzonderlijke situatie is. En dat we dat met z'n allen moeten doen. Dus hoezo zou je jezelf niet kwetsbaar opstellen daarin? En dat is wel mooi, want ik denk als je dat doet, dan gaat je team jou ook helpen. Ja. He, dus als haar team in de wachtstand zit, dan is dat is natuurlijk hartstikke naar. Want dan heb je het gevoel dat je heel hard zelf moet hollen. En jouw team zit te wachten tot jij iets gaat vragen. Ja. Terwijl als je het bespreekbaar maakt, heb je kans dat mensen in je team jou gaan helpen om samen tot de oplossing te komen. Ja. Dus ik hoop dat dat dan ook lukt. Ja. Ik heb ook veel ondernemers gesproken die zeggen van ja, zeker in crisistijd is het ook best wel een beetje een eenzaam beroep. Je kan wel een aantal dingen delen met je team, maar misschien ook niet al je zorgen die je hebt. En dat is misschien wel een mooie vervolgvraag. Hoe eerlijk moet je zijn over je zorgen? Want het kan natuurlijk ook veel onrust veroorzaken op de werkvloer. Als je zegt van nou ja, als je denkt in je achterhoofd, nou, de tent staat in de fik, ik weet ook niet hoe we hieruit komen. Dus hoe transparant moet je daarin zijn? Ik denk dat transparantie ontzettend belangrijk is, maar je moet ook een plan hebben. Dus mensen moeten wel het gevoel hebben dat jij ook wel hebt nagedacht of dat je met elkaar gaat nadenken, hoe gaan we hier uitkomen? Als je zelf denkt, ik ben lamgeslagen, ik weet echt niet wat ik moet doen en je gaat dat overdragen, dan heb je het effect dat iedereen dat op dezelfde manier gaat doen en dat je gaat zitten wachten met elkaar. Ja, dat is natuurlijk niet heel handig. Dus denk ook niet zo ondernemers eigen. Dus ik denk, en voor veel leidinggevenden ook, dat je wel moet kijken van oké, dit is het, ik kan het ook delen. Maar we gaan wel met elkaar die kant op bewegen en we gaan stapjes zetten en we weten niet alles wat op ons pad gaat komen. Dus we gaan leren, we gaan ontdekken en we doen dat met z'n allen. En dat is denk ik wel belangrijk, dat vertrouwen geeft. Dus je kan wel je zorgen uiten als je maar die stip op de horizon aangeeft. Ja, ja. Heb je dat ook? Dat herken ik wel. En die stip op de horizon, die kan ook veranderen. En dat is een beetje lastig in deze situatie. Ja, het is een moving target. Ja, inderdaad. Ik kan alle kanten op. Dus het bijstellen van je plan is daarin ook belangrijk. En om dat ook te communiceren. En onderschatten mensen niet. Mensen zijn slim, hè? Mensen zien wat er gebeurt. En om daar mooi weer te gaan zitten spelen terwijl je tent in de fik staat, is niet een heel erg goed idee. Nee. Dus ondervind het gewoon en vertel het ook. Maar heb wel inderdaad een stip op de horizon. Ook al is het zeg maar moving target, wat je net mooi zegt. Dat er een plan is, dat er een richting wordt aangegeven. Maar mensen voelen natuurlijk aan alle kanten, als klanten weglopen of weet ik veel in welke business mensen zitten die hier naar kijken, dat het slecht gaat met het bedrijf. Dus dat hoef je ook niet onder stoelen of banken te steken. Nou, we hebben veel vragen binnengekregen, dus we gaan er gewoon leuk nog een paar beantwoorden. Ja, net weer een interessante van Job de Leeuw. Hoe kun je corrigerende gesprekken in deze tijd het beste laten overkomen? Ah, corrigerende gesprekken. Het gaat niet helemaal zoals je wil bij mensen. Je wil ze een beetje nudgen de kant op waar je ze wel wil graag wil hebben. Hoe kan je dat het beste doen? Gonnie, misschien gaan we bij jou bij de theorie beginnen. Ja, nee, voor dat soort gesprekken is denk ik gewoon belangrijk dat je wel duidelijkheid creëert. Dus dat je aangeeft waar het gesprek over gaat. Dat iemand misschien van tevoren erover na kan denken. Dat je vragen stelt. Hè, dus dat je de duidelijkheid en structuur van zo'n gesprek helpt. Mm-hmm. Wat volgens mij ook belangrijk voor dit soort gesprekken is dat je het goede moment kiest.
Want als jij aan de keukentafel zit en er zitten twee kinderen naast je met schoolwerk bezig, is dat niet helemaal een handige timing. Ja. Dus als leidinggevende zul je ook echt moeten afstemmen. Goh, ik wil wat dingen met je bespreken. Laten we even kijken wat een rustig moment is. En misschien is de vrijdagmiddag, vlak voordat het weekend ingaat, ook niet het beste moment ervoor. Nee, dus kijk echt samen wat een goed moment is om zo'n gesprek te hebben. En check aan het eind van het gesprek ook hoe dat is gegaan. Dus wat het effect ervan geweest is op de ander. Dus die metacommunicatie over het proces, die wordt nog belangrijker. Want het kan natuurlijk ook best wel hard overkomen. Op het moment dat je elkaar niet in de ogen kan aankijken. Helemaal als het misschien nog wordt aangevuld met een mailtje, waar het eventjes nog even netjes onder elkaar geschreven staat. Ja, maar ook dan kun je dat aankondigen. Dat aankijken, ja, maak in ieder geval een videocall van, zodat je elkaar wel kan zien. Mm-hmm. En stem ook af op elkaar en kijk ook echt goed, let ook echt goed op wat het doet met de ander. Dat kun je er echt wel uithalen en daar kun je natuurlijk op inspelen. Ja, je kunt ook een pauze inlassen als dat nodig is. Mm-hmm. Even weer een glaasje water of wat dan ook halen. Dus neem daar ook de tijd en de ruimte voor. En zorg dus dat je dat op een goed moment doet. Hoe belangrijk is de sandwich daar nog bij? Ik heb hem altijd van way back nog gehoord. Dus je begint met een compliment, je geeft een beetje feedback over hoe het beter kan. En eindig toch nog even met een complimentje. Is dat een totaal achterhaalde theorie? Ja, ik vind die sandwich altijd een beetje ingewikkeld. Die zou je dus wel kunnen doen. Is we hebben een presentatie gehad en we gaan daarna weg. En we zeggen, oh nou het ging goed, wat kan nog beter? Ja. Dus dan is die prima. Maar als het echt gaat om feedback, dan voelt het voor mij altijd een beetje als een cadeautje. Met een strik eromheen en er zit echt iets heel onaardigs in. Okay. Dus als je iets hebt te melden wat gewoon een lastige boodschap is, doe gewoon die boodschap. En pak hem niet mooi in, want het voelt... Dat voelt gewoon niet eerlijk. Hoe eens. Ervaar jij dit? Nou, eens. Als er feedback is die er gegeven moet worden om beter te kunnen presteren of beter te kunnen werken, moet die gewoon gegeven worden. En ik zie hem eigenlijk niet zo heel erg anders dan in de normale wereld, wat de normale wereld dan ook nu mogen zijn. Vind je het anders? Voelt het anders dan als je echt rechtstreeks in iemands... aan tafel kan zeggen? Natuurlijk, dan voel je veel meer en voel je veel meer wat er gebeurt met de andere persoon. Maar dit soort gesprekken bereid je altijd voor. Kies je een goed moment? Heb je een boodschap te vertellen? Het doel van het gesprek wordt helder gemaakt bij de medewerker. Waar gaat het over? Er is kans om ook nog even wat meer in een conversatie te zeggen. Om een verbetering op te zetten. Want alles gaat erom om het te verbeteren. Het is niet om iemand af te fakkelen. Ja. Dus het is om te kijken naar hoe kunnen we samen wederom dit beter maken. En daarvoor is die feedback nodig om te geven. Is het ook nodig om dat te herhalen? Ja, denk het wel. Dus dat het niet alleen maar is om kritiek, maar dat het een doel heeft. Om je bent uiteindelijk als leidinggevende ben je de schakel in het team. Dus als jij niet de kunst kan verstaan om dat op een goede manier zeg maar, met je medewerker bespreekbaar te maken, om iemand beter te maken, zodat je het hele team effort beter maakt. Mm-hmm. Je bent niet wederom degene die alles weet en zegt hoe het moet. Je bent een onderdeel van dat team, dus je moet het faciliteren. Ik vond het een hele mooie vraag. Dank je wel daarvoor. Super relevant. Eveline. Nog minstens zo'n mooie vraag, denk ik, is van Aniek Wijnhout. Die hoort dat medewerkers handvatten missen om mentaal gezond te blijven. Mm. En dat het risico op een burn-out daarmee best groot wordt. En zij vraagt zich af hoe jullie daarmee omgaan. We hebben een stukje mentale gezondheid. Zeker nu die work-life balance dwars door elkaar heen rent. Hoe zorg je ervoor dat mensen daar dan toch de rust en ruimte nemen om ook die afstand weer te nemen tot het werk? Nou, ik denk dat er sowieso een aantal facetten aanwezig zijn om gezond te blijven. En is dat je moet slapen, moet bewegen, gezond moet eten. Maar dat er ook in deze fase, in deze gekke fase, een structuur in je dag heel belangrijk is. Dat je een begin hebt, maar dat je ook een afsluiting hebt van je werkdag, om het maar zo te zeggen. En als daar nou wel of geen telefoontje in de avond door, dan heb jij nog een beslissing over om dat wel of niet te nemen. Sommige mensen die gaan er heel ver in, die doen echt andere kleding aan. Hè. Die trekken een jasje aan als ze aan het werk zijn en doen hem weer uit. Dat schijnt ook een wetenschappelijke theorie te zijn dat helpt voor je hersenen. Ja. Heb je zelf dingen die je wel en niet doet om in en uit die werkmodus te komen?
Nee, ik zit wel een beetje in de groep die gewoon hier net zei van ja, ik ben altijd bereikbaar en ik wil alles wel goed doen. En merk bij mezelf ook dat dat soms niet houdbaar is en dat ik denk, oké, 4 en 5 mei heb ik even vrij en moet ik afstand nemen. Afstand nemen is heel erg gezond om goede beslissingen te nemen. Dus nee, ik heb niet een specifieke structuur, maar wel een structuur in de zin dat ik met mijn team een call heb, dat ik hier ben, dat we die shift, wat ik net vertelde, in het begin van het gesprek hebben. Dus dat is voor mij de structuur die werkt. Dus vind voor jouzelf ook een structuur die werkt en stel kleine doelen. Dus maak het niet al te groot voor jezelf. Daarnaast, en daar hadden we het in het voorbereidende gesprekje ook wel even over, volg niet alle social media over welke ellende er allemaal nu gaande is. Want er zijn ook zoveel experts op de markt die heel veel conflicterende dingen zeggen. De een die zegt dit en de ander zegt dat. En dat strookt allemaal niet met elkaar. En je zit, je wil heel graag bijdragen aan je organisatie. Je zit in je eentje of met twee personen of met je gezin aan de keukentafel in het werk. Dus het stressniveau wordt heel hoog. Dus maak het klein voor jezelf ook. Maak het behapbaar. Ja, dus je zit ook niet de hele dag door op social media te kijken wat Trump nu weer heeft geroepen. Nou, dat heb ik natuurlijk wel gezien. Wat hij heeft geroepen, onvoorstelbaar. Maar goed, voor mij is het gezinsleven nu heel hectisch met, met een tweeling van 2 jaar. Dus mijn gezette momenten zijn, ik volg het RIVM, de website, en ik kijk het 8 uur journaal, heel oud truttig. Maar dat zijn mijn 2 momenten op de dag dat ik word geïnformeerd over de huidige status van de situatie die er nu speelt. Ja, en anders kan je de hele dag door informatie tot je krijgen waar je toch geen invloed op hebt natuurlijk. Nee, maar het beïnvloedt je wel. Ja. Heel erg. Dus daardoor, als je een aantal dingen, dus het bewegen, ook al is het alleen maar even een wandelingetje rond het blok of wat de beperkingen die er nu zijn opgelegd. Slapen, goed gezond eten, goed voor jezelf zorgen. En maak het kleiner allemaal voor jezelf. Gonnie, zijn er ook digitale tools beschikbaar om je medewerkers ook mentaal fit te houden? En sowieso is het denk ik handig dat mensen, bijvoorbeeld als je thuis werkt en je zit aan je keukentafel, zet die spullen aan het eind van de dag ook echt weg. Dus dat het weer je huis wordt en niet meer je kantoor is. Mm-hmm. Ik had van de week iemand die zat in haar slaapkamer te werken. Ik zei, slaap je dan wel lekker? Ja. Want dan, dat is een rare combinatie. Dus zorg ervoor dat de tafel met die pc of die laptop aan het eind van de dag ook weg is. Dat helpt denk ik, want anders is dat nog ingewikkelder. Mm-hmm. Een van de dingen die ik wel eens adviseer om te gebruiken is de Pomodoro-techniek. Mm-hmm. De Pomodoro-techniek die zorgt ervoor dat je in blokjes van 25 minuten werkt. Er is ook een app voor op je telefoon, maar je kunt ook gewoon een kookwekker pakken die je zet. En de grap daarvan is, je werkt 25 minuten en daarna moet je 5 minuten pauze houden. Ja. 25 minuten is heel kort. Ik gebruik het zelf wel als ik thuis werk. Het is echt heel kort, 25 minuten is zo om. Ja. Maar die pauze daarna, die zorgt er wel voor dat je aan het eind van de dag ook nog fit bent. Dus na 4 van die pomodoro's, 4 keer 25 minuten, hou je wat langere pauze. Ga je dus ook echt even iets anders doen. Dus niet ook weer op je telefoon of aan het werk. Maar de bedoeling is dat je echt even wegloopt. En ik zeg ook vaak tegen mensen, zorg ervoor dat je die, als je boven de werkkamer hebt, dat je wel elke keer beneden een kopje thee of koffie haalt. Dat je niet die pot meeneemt, dat je nooit op hoeft te staan. Mensen hebben ook niet allemaal thuis een goede werkplek. Dus beweging en variatie daarin is ontzettend belangrijk. Ja, we hadden gisteren ook een webinar met Mark Tichelaar, die is expert op het gebied van productiviteit. Ja. En focus, die zei ook inderdaad, je moet dan niet in zo'n pauzemomentje weer je telefoon gaan pakken, nee, appjes lezen en je collega's gaan tweeten over wat er allemaal speelt. Ja. Helemaal. En ik denk ook wel dat het ook is, je kunt ook niet de hele dag online zijn. Sommige mensen zitten, en zeker leidinggevenden, zitten de hele dag in vergadering. Maar je moet ook gewoon aan het werk kunnen. Dus dingen uitzetten en geconcentreerd werken, deep work doen, is ook ontzettend belangrijk om dat juist nu wel te doen. Dus dat betekent ook dat je aangeeft in de tools die je hebt, dat je geconcentreerd aan het werk bent. En even niet gestoord wenst te worden. Ja. Hoeveel tijd hebben we nog even? We hebben nog 7 minuten. Nou, dan kunnen we zeker nog 2-3 vragen misschien wel beantwoorden. Dus, zal ik gewoon maar van wal steken dan? Er is nog een vraag binnengekomen van dames. Zien jullie verschil tussen mannelijk en vrouwelijk leiderschap? Verschil tussen mannelijk en vrouwelijk leiderschap? Ja, wie durft zich hier aan te branden? Jij? Oh jee, dan krijg je straks weer heel veel haat. Vind ik een lastige. Jij belt, je zei net al, je belt veel met je teamgenoten. De meiden noemde je het al. Ja, de meiden, het zijn allemaal meiden bij HR. Maar goed, en niet allemaal, maar het team waar ik mee werk zijn allemaal dames.
Is er een verschil? Nou ja, goed, dan beland je denk ik in de niet zozeer in deze situatie, mannelijk en vrouwelijk, maar misschien los van de situatie de mannelijke en vrouwelijke kenmerken in leiding geven. Mm-hmm. Nou moet ik zeggen dat binnen ons bedrijf 70% vrouw is. Dus ook op leiderschapsposities zitten heel veel dames. Ja, vrouwelijk CEO, fantastisch. Dat ook. Dus ik vind hem lastig te beantwoorden. Of ik daar nu een heel groot verschil in zie in deze situatie en in deze crisissituatie. Wat we aansporen is, mannelijk of vrouwelijk, maakt niet uit. Blijf in contact met je medewerkers. En vrouwen kletsen wat meer. Daar zijn we gewoon, dat is misschien heel impopulair om te zeggen. Maar vrouwen hebben wetenschappelijk gewoon veel meer woorden, gebruiken ze per dag dan mannen. Dus er wordt wel veel meer gesproken. Dus misschien moeten we de mannen wat meer aansporen. Maar ik begeef me nu op best wel heel glad ijs. Want we hebben ook heel veel leuke jongens die leiding geven die dit heel goed doen. Dus even in generieke zin, denk ik dat het misschien daar wel meer aanzetten is om die individuele aandacht te geven. En om heel even die interessevraag te stellen van, joh, hoe is het met je, hoe gaat het, red je het allemaal? Wat zijn nu, even los van de topics die op het werk spelen, main priorities waar je hoofd over breekt? Ja, herken je dat, Gonnie? Is dit misschien wel waar het verschil in zit? Dat, ja, misschien communicatie die niet alleen maar gaat over werk, KPI's, doelen, maar ook even vragen van, joh, hoe gaat het nou thuis eigenlijk? Ja, ik denk dat vrouwen dat wel makkelijker doen, wat jij zegt. Hè. Dat kletsen hebben we misschien meer, maar ik wil ook niet zo generaliseren daarin. Nee, ik vind die ook gewoon lastig. Het is nu wel gewoon nodig dat iedereen het meer doet. Ja. Dus als je het van nature niet bent, of je nou man of vrouw bent, dan moet je het wel meer opzoeken nu. Dat is wel belangrijk. Misschien goed om rekening mee te houden. Als je zeker zelf niet zo bent, ja, dat je het er maar ja, meer het is natuurlijk ook mega ongemakkelijk als je dat een telefoontje krijgt en dan zeg je, nou, ja, ik wil eerst even weten hoe het met je is. En daarna dus het moet natuurlijk wel een soort van, ja, ik kreeg later ook een appje van iemand die in één keer vroeg van, hey, hoe is het met je? Ik dacht ook van, Wat zit hier achter, weet je? Hoe kan ik je helpen? Ja. Kijk, dat is denk ik het allerbelangrijkste, dat het gewoon dan een beetje natuurlijk. Ja, dat het natuurlijk voelt en dat het oprecht ook overkomt en niet een tik. Ik heb een boekje gelezen of een webinar gekeken en nu denk nou ik. Ja, en ik denk ook, je moet ook kijken naar je team natuurlijk. Dus je hebt ook verschillende mensen in je team. Dus kijk ook wat je team nodig heeft daarin. Mensen zijn gewoon verschillend. Ja. Dus maatwerk is denk ik gewoon sowieso belangrijk. Ja. Evelien. Ja, we zijn alweer, denk ik, aan de laatste vraag toe, want we hebben nog 3 minuten te gaan. Make it count. Ja, zeker. Er zijn heel veel vragen op dit onderwerp binnengekomen, dus hier zit veel interesse in. De vraag is, hoe zien jullie de vervolgstap weer voor je als we weer naar kantoor mogen? Hoe ziet het nieuwe normaal eruit? En ik ga hem even wat breder stellen, zodat iedereen antwoord krijgt. Moet ik zelf als MT het nieuwe normaal bepalen? Of kan ik dat als gezamenlijke invulling aanpakken? Mooie laatste vraag, er zitten heel veel facetten in. Het is natuurlijk een stukje kijken naar de toekomst. Waar gaan we heen? Wat wordt het nieuwe normaal? Allereerst ben ik je benieuwd hoe jullie daar naar kijken. Wat denk je dat er gaat gebeuren? Kijk, we hebben niet allemaal zo'n glazen bol als Ronnie, die we weten van over 2 jaar moeten we dit boek hebben. We moeten even kijken wat voor boek we gaan schrijven, toch? Ja, precies. We moeten vooral op jou gefocust zijn. Maar ik ben benieuwd hoe jullie hier naar kijken. En dan sluiten we af inderdaad met, moet je dat MT bepalen of niet? Nou, het nieuwe normaal, ja, dat is voor mij ook wel een soort van vage begrip, want het is een verlengstuk. Alles wat je nu meeneemt, wat je nu leert, breng je in de praktijk, zeg maar, nu en later. Ik denk dat als ik voor deze organisatie of voor Young Capital spreek, is dat we hebben gezien wat allemaal mogelijk is op afstand. Maar ook hoezeer we elkaar missen. Dus hoe goed en hoe mooi de groepscohesie is binnen het bedrijf. Dat we inderdaad tot het besef zijn gekomen dat het misschien fijn is om video te conferencen als je heel ver moet rijden voor 1,5 uur. Dus effectiever werken, efficiënter werken. Dus dat nemen we zeker mee. Ik denk niet dat het een heel erg andere manier van werken wordt binnen de organisatie die we hier hebben. Maar efficiënter dus. Dus meer gebruikmakend, omdat we nu een enorme testcase hebben dat heel goed gaat.
En op de vraag, wil je nu meteen de vraag of we MT... We nemen hem in één keer mee. Ja, in één keer mee. Ik denk dat je heel erg moet kijken wat de behoefte uit je organisatie is. En dat je dat samen moet doen. En tuurlijk heb je vanuit een managementteam heb je bepaalde doelen. Ga je weer formuleren natuurlijk. Die hebben we al geformuleerd. Maar ga je als het nieuwe normaal er is, ga je die ook formuleren. En ga je kijken waar je weer naartoe wil. Maar dat kan niet zonder de mensen die voor het bedrijf werken. Dus daar zal je absoluut informatie moeten ophalen. Dus ik zou zeggen samen. Ronnie, het is aan jou de schone taak voor de famous last words hierover. Ja, nee, ik ben het eens samen. Want en het is bij business ook zo verschillend. Het hangt natuurlijk heel erg vanaf wat voor soort bedrijf, wat soort dienstverlening je hebt. Dus daar zul je goed naar moeten kijken en moeten kijken hoe ga je dat doen. Maar ik geloof echt niet meer dat we teruggaan naar in de file staan en traditioneel op kantoor werken. Daar hebben we te lang de ervaring op gedaan dat het ook echt anders kan. En dat het gewoon veel meer een mix wordt tussen op afstand werken en bij elkaar werken. Want dat contact blijft heel belangrijk. Ja, laten we hopen dat we die files oplossen in elk geval. Zeker. Verschrikkelijk. Ja. We zijn hiermee aan het einde gekomen van dit eerste webinar in de serie die we organiseren vanuit Young Capital samen met MT en Sprout. Ik wil jou ontzettend bedanken voor het kijken, je tijd, aandacht en je vragen. En over 2 weken zijn we terug. 8 mei heb ik even uit mijn hoofd. Iets in die trant. We sturen je nog informatie naartoe. Schrijf het in je agenda. Want dan gaan we je meer praktische handvatten geven over werken op afstand. Heel erg bedankt voor het kijken voor nu. En graag tot de volgende keer.